Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe video. We gaan vandaag iets heel anders doen. Dit is een idee van Sander en ik vind het een supergoed idee. Het is namelijk, we gaan een Pokémon Battle doen via een Pokémon Showdown. Sander is er trouwens ook bij voor het geval jullie het niet weten. Zeg hallo. Even. Kijk. We gaan de Chrome Dino game spelen. Weet je wel, als je geen internet hebt, dan komt zo'n dinootje, kan je mee spelen. En dan moet je over allemaal cactus heen springen. En dan krijg je zeg maar een high score. En aan de hand van die high score kan je zien welke Pokémon je krijgt. Zeg maar het nummer van die high score die je dan op dat moment krijgt. Laten we zeggen 151. Als je 151 hebt, dan krijg je een Mew. Ja. Gewoon de 151ste Pokémon in de Pokédex. En zo doen we allebei 6 Pokémons. En dan is het nog niet af, want degene die de high score haalt, dus de hoogste score in deze video haalt, die mag van elke Pokémon één move kiezen die die Pokémon niet mag gebruiken van de tegenstander. Dus eigenlijk doe je gewoon een soort disable, alleen dan voorgoed. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. En dat kost je geen beurt. Ja, precies. Dus, en dan maken we zeg maar de team op Showdown, dan gaan we tegen elkaar vechten en dan komt daar een winnaar uit. Dus ja. Dat is eigenlijk het idee van deze video. Het is Sander's idee, we hebben ook al één video op zijn kanaal staan en hij heeft het ook al een keer tegen Simon gedaan. Check dat zeker, het link staat in de beschrijving. De video tegen Milan staat mogelijk nog niet online, aangezien ik niet weet wanneer ik die upload. Maar dat zien we wel. Ja, dat is mogelijk inderdaad. Oké, let's go. Dus er is nog één toevoeging. Als je boven de 896 zit, want er zijn 896 Pokémon, dan doen we de score min 896 en dan krijg je dus het eindresultaat als Pokémon. Dus krijgt Milan 900, dan krijgt hij een Charmander, want dat is nummer 4 in de Pokédex. En 900 min 896 is 4. Dus ja. Ja. Dat is inderdaad een goede toevoeging om eventjes erbij verteld te hebben. Om verwarring te voorkomen natuurlijk. Kut, hij sprong. 432. 432. Dat is wel een Gen 4 Pokémon. Misschien een starter zelfs. Nee, geen starter. Even kijken. Purugly. Purugly. Nou, onze favoriet. De kat Pokémon. Ik begin nu. Oké, ik ben echt heel benieuwd. Ik zit echt volle concentratiemodus. Echt hè? Ik wil gewoon die hoogste score natuurlijk, want zo'n move disable is best chill. Ik merk wel dat in deze game, op mijn kanaal had ik een andere site dan Milan. En in deze game zitten wel meer vogeltjes. Ja. Ik ben ook af, ik heb 768. Dat is Golisopod. Oeh, dat is een goeie. Oeh. Daar ben ik wel voor in. Snap ik. Ja. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Pikachu en Eevee. Helaas. Zo jammer. Oh, was dat door mijn Pikachu? Nee, ik ben niet af. Oh. Alleen. Oh, gelukkig. Vond je grap gewoon helaas. Ja, dat snap ik. Kut, kutvogel. 496. Oeh, dat is Oh, dat is een stap. Dat is Surfine. Surfine. Oh, dat is de grasstarter. Ja. Is dat de eerste of? Nee, de tweede. Oh ja, de eerste Snivy natuurlijk. Ja. Oké, dan begin ik met mijn tweede ronde. Let's go. Pikachu en Eevee. Godver. Ik hoor nu ook hoe slecht die is eigenlijk. Ja, snap ik. Oké, ik kan weer heel risky gaan voor zo'n Legendary. En ik heb een Meganium. Of Bayleaf. Ik heb 153. Dat is Bayleaf, ja. Oké, dan ga ik gewoon meteen maar weer de volgende ronde starten. Ja, dat is wel het leuke aan deze game. Je kunt wel een beetje mikken, maar nooit precies. Dus het blijft altijd nog een beetje spannend. Als ik nu een Chikorita had gehad, had ik echt gebald. Ik zit net te bedenken, hè. Mochten we een keer een Pokémon krijgen, volgens mij is dat nu nog niet zo, die een Galarian vorm heeft of een Alolan vorm, mogen we daar dan ook voor kiezen? Oh, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want die staan namelijk niet in de Pokédex. Dat is een daar heb ik dus niet over nagedacht.
Ik stel voor dat je dat gewoon zou mogen kiezen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het op zich wel gewoon redelijk is om dat gewoon te kiezen. Ik heb het zelf... 756, hoeveel had jij nou? 756, ik had 768. Shinotic, oké, okay, die is wel cool. Let's go. Johnny. Daar komen we nooit meer vanaf. Nee. 148. Eén voor die legendaries. Dat is denk ik een bird, of niet? 148, Dragonair. Dragonair, oké. Okay. Not bad, not bad. Precies. Kan slechter. Maar ik wil echt wel eventjes beter mijn best gaan doen. Hoeft niet hoor. Ga jij maar je gang. Ga ik proberen even over jouw highscore heen te komen. Dat is wel balen. Ja, dat was... Oh, dat ga ik trouwens niet spoilen. Ik wou net iets over die video op jouw kanaal zeggen. Maar dat ga ik niet doen. Wil je weten wat Mian nou eventueel zou kunnen zeggen? Check dan de video op mijn kanaal als die online staat. Ik heb ook wel met een reden natuurlijk dit spelletje uitgekozen. Omdat je hier redelijk vaak tussen de 0 en de 1000 zit. Dus. 1011. 1011. Oeh. Dat is 115. Kangaskhan. Kangaskhan. Oké, die is best ook. Ook niet slecht. Ook niet slecht. Goed. Oké, dan ga ik met mijn vierde run. Milan heeft dus nu de hoogste score. Dus ik moet echt eventjes mijn best gaan doen. Ik vind de haast het begin nog het moeilijkst, omdat je dan zo sloom gaat. Ja, ik snap wat je bedoelt. Op een gegeven moment als je snelheid hebt, daar ben je toch meer op berekend ofzo. Mm-hmm. Oeh, dat was een hele snelle reflex. Met dat bukken. Oké, ik zit wel op de 900 nu. En op de 1000. Oké. Godverdomme. Ik was echt in de video met Simon was ik echt veel slecht in deze game. Ah. Ik heb nu 1235. Oké. 896 is 339. Dat is Barboach. Barboach. Oh, dat is wel kut. Maar goed, ik heb die highscore. Daar ging ik voor. Is het dan alweer jouw vijfde run of zijn vierde? Dit is mijn vijfde run nu, ja. Oké. Nou, dan kun je nog wel hoger komen. Dus ik heb nog niet gewonnen met de highscore. Opperste concentratie. Echt, hè? Oh, hij sprong weer niet. 647. 647, oké. Okay. Oh, dat is wel een legendarische. Oh, weer Keldeo. Keldeo. Ik heb nog steeds die high score. Aan de ene kant kan ik risken, aan de andere kant kan ik het Milan ook gewoon moeilijk maken. Is een mogelijk. Nou, het is al moeilijk zat hoor. Ik ga denk ik wel gewoon voor mijn best doen. Dat heb ik nog niet vaak gedaan helemaal in de film. Maar... Toch een keer proberen. Nee, ja, toch. Het onhandige is dat ik alleen maar van de eerste twee generaties weet ik maar waar de legendaries zitten. Dus ik kan niet op... Mm-hmm. Als je op een gegeven moment op 600 zit, dat je denkt van... Ah, nog eventjes naar de... Zoveel. Ah. 1253. Holy shit. Okay. Op zich, de score is niet heel veel verhoogd. Huntail? Oh, dat is Huntail. Oké. Wel weer een water-Pokémon. Oké, dan ga ik voor mijn laatste run. Ik ben benieuwd. Zul je niet zien dat hij een dikke Redemption Arc krijgt en dat hij gewoon 2000 of zo scoort? Dat zou wel heel cool zijn, ja. Dan verdien je gewoon ook die Disable van mijn team. Mm-hmm. Oh, 411. 411. Je hebt vier Pokémonnetje, denk ik. Bastiodon, oké. Bastiodon, dat is power. Ik moet zeggen, ik heb best een goed team. Ja, ik denk dat ondanks dat ik de highscore heb, dat jij wel echt een veel beter team hebt. Ja, maar jij hebt ook geen slecht team. Ja, ja...
wel iets minder dan mijn team, denk ik. Ik heb voor mijn gevoel best wel een... Ja. Ik weet niet. Ik ben niet heel erg tevreden over mijn team, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel eens tevreden geweest. Oké, dus ongeveer bij de 1050. Ah, 1018. Even kijken. Ik zat te erg te letten of ik die 1050 had gehaald. Dat zou een... Mr. Mime. Ah, nee. Dan zien we jullie eigenlijk bij de battles op Showdown. Sander die gaat nog voor mij een paar Pokémon kiezen. Of een paar aanvallen kiezen die ik dus niet mag gebruiken. En daar horen jullie zo meer over. Tot zo. We zijn weer terug. Het is eindelijk tijd voor de battle. Ik ga Sander even uitdagen. We hebben ons team alvast klaargemaakt, zeg maar, voor de strijd. Alleen heb ik dus een aantal aanvallen die ik niet zou mogen gebruiken. Dat klopt. En dat gaat om de Hypnosis van Burgly, de Sunny Day van Surfine, de Shinotic die geen Sleep Powder mag doen, Kangaskhan mag geen Hyper Beam doen, Keldeo mag geen Sacred Sword doen en Bastiodon geen Ancient Power. En ik heb in plaats van de Kanto Mr. Mime heb ik de Galarian gebruikt. Dat is helemaal prima. Nu is het, wie ga ik als eerste inzetten? Ja, dat heb ik ook. Ik zit ook zwaar te twijfelen. Ik weet niet of het slim is, maar oké. Oeh, Galarian. Ik heb Shino gemaakt trouwens. Ik zag het, ja. Okay. Holy shit, dat deed veel damage. Dat weet ik. Dat was ook de hele doel van die move. Heel benieuwd. Ik weet het gewoon even niet. Oh. Oké. Wacht, waarom doe je dit? Ik ga voor dit. Air slash. Oh, vandaar. Oké. Dan... doen we het volgende. Ah, jij bent eerst. Oh, dat is balen. Je air slash wordt daar niet minder door. Nee. Oké. Ik weet niet of dit slim was. Maar... Oké. Ah, ik dacht... Oh, dat is natuurlijk neutral. Ah, ja, oké. Oh, deze is echt lastig. Oké, laten we dit maar doen. Dit. Tuurlijk, hij is fairy. Ik dacht dat ik miste de vorige keer. Oh, dat is kut. Ik dacht sowieso dat het bug was, trouwens. Bug poison. Nee. Maar dat was hij dus helemaal niet. Als ik dat wist, had ik echt... al veel eerder ook toxic gedaan. Ja, doe dit maar. Doet dit veel damage? Ja... Ha, nu doet hij weer emergency exit, of niet? Yeah. Ja. Ja. Oh, dat is echt... Dat is echt irritant. Ja. Die emergency exit helpt me niet mee, maar dat was ook zijn enige ability, dus ik kon er echt niks mee. Ja, dat is fucked up. Oké. Hopen dat ik eerst ben. Oké, dat scheelt. Oh, dat doe jij ook. Jij bent zo gemeen. Ik niet hoor. Ik doe precies hetzelfde, maar ik ben niet gemeen, man. Milan, oh. Heel flauw. Oh, dat is... Dat is... Ik kan hier ook echt amper iets tegen doen. Oh, shit. Jij bent eerst. Oh, sunny day. Dit was heel dom. Jij bent eerst, ja.
Ik denk wel dat je... Of heb ik Solar Beam bij hem... gedisabled? Ah, dat doet alsnog niks. Ja. Toch iets. Oké, zijn special attack is wel gelaagd. Ah, dat is alsnog... Oké. Dit is waarschijnlijk een hele rare move, maar... Je moet toch iets. Energy ball, oké. Life. Yes! Oké, het kan nog. Alhoewel, ik heb nog maar één Pokémon dood. Ik had echt al het gevoel alsof ik veel meer Pokémon... Ja, oké, ze zijn bijna dood natuurlijk. Wat moet ik hier nou tegen doen? Oh, hij switcht. Yep. Je moet toch iets... Oh, 49%. Ah, dat is echt veel te weinig. Oh, wat? Hoezo? Het... Ja, komt door Justified, die... volgens mij. Ja. Oké. Ga ik hem opofferen? Dat moet wel. Ah, ik hoop te sneller te zijn. Oh, wel, het is een legendary. Wat had ik verwacht? Nee. Ja, oké. Okay. I mean, op zich... Het was wel... Je team was ook wel ook echt wel beter, dus op zich. Maar officieel is het nog niet verloren. Ik heb wel alleen nog maar een barbootje en een Golisopod, maar... principe. Oh, Fake Out heeft meer priority natuurlijk. Ja. Ik heb namelijk dinges gedaan. Hoe heet het? Aqua Jet. Ah. Hoezo is zo'n dikke kat veel sneller dan een vis? Deze, dus ik denk dat Perugly de snelste van al mijn Pokémon's is. Oh ja. Echt? Mm-hmm. De kat is fucking dik. Hij heeft een speed van 355. Hoe dan? Die kat is fucking dik. Nogmaals. Oh ja, deze gast. Ja. Ja, dat doet echt niks. Ja, oké. Okay. Nice. Op zich, ik weet niet of ik ook echt heel slecht gespeeld heb, maar... Nou, niet precies. Niet per se, maar ik had gewoon een heel goed team. Ja. Dus zo zie je maar dat... Ja, het ligt maar net aan hoe het loopt. Ja, precies. Ja. In ieder geval iedereen heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video, doen duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander te checken. Die staat in de beschrijving, Gaming SB. Daar hebben we ook zo'n video gemaakt, dus ga die zeker kijken. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Adios. Ja, tot ziens. Amigo.